bomvol 16 meter gebied voor het laatste wapenfeit van deze... Oh, Kobots! Hij scoort! Ja! Is alles al een beetje bij je geland wat er gisteravond is gebeurd? Ja, gisteravond wel, moet ik zeggen. Alles was ontploft, mijn WhatsApp, mijn Instagram. Dus het was wel volgens mij de wereld over gegaan. Vlak voor het moment dat Luc hem binnenkomt, is er even contact tussen jou en Luc? Was dat het signaal voor hem? Nou, hij was een beetje aan twijfelen, moet hij gaan of niet? Ik zei, ja, tuurlijk moet je gaan, het is de laatste corners. Het was ook een beetje vanuit van hoop. Het is de laatste kans. En dat hem zo binnenkomt, ja. Dus denk voor hem gaat hij nooit meer vergeten. Misschien zag je het ook wel bij het juichen. Ik wist even niet wat me overkwam. Maar ja, wel heel blij dat ik die goal heb gemaakt. Wel erg zonde dat er geen publiek bij was, want dan was het denk ik nog mooier geweest. Had jij toen het idee van, deze gaan we ook pakken? Nee, maar ik vond wel, kijk eens, dat geeft je wel iets meer energie. Met name omdat de tegenstander is dan mentaal misschien wel iets meer kapotter dan ons. Als je krijgt in de 93e minuut zo'n doelpunt tegen, ja, dan moet je wel jezelf voorbereiden voor de verlenging. En ik vond de eerste verlenging niet goed beginnen van ons. Tweede was iets beter. Hadden we ook twee kansen, denk ik, met name Nikos had twee goede mogelijkheden. En dan kom je op penalties. Op de lat! Olcik en ADO Den Haag bekert verder. Vandaag is het nog eventjes nagenieten en vanaf morgen is gewoon eigenlijk weer de knop om. Ik ben volgens mij een vrij nuchtere jongen en ik vind het al wel leuk die aandacht, maar de knop zal snel moeten, want zondag staat er weer een belangrijke wedstrijd op programma. Nu zitten de spelers oplappen. Hoe ga je dat de komende dagen doen? Ja, ik praat heel veel met mijn medische staf. Vandaag sowieso, sommige jongens gaan helemaal niet naar buiten. En morgen gaan we ook niet lang trainen. Kijk eens, ik zei gisteren in de interview ook, ik heb heel veel mee te maken met jongens die hebben lang niet gevoetbald. En of komen ze vanuit de blessures of wat dan ook. We moeten wel nu 3 dagen herstellen en dan gaan we naar die heel andere tegenstander als Sparta. Hoe kijk je naar die tegenstander? Ja, een hele goede tegenstander. We spelen tegen PSV misschien een voor zeker naast Ajax, een titelkandidaat. Met heel veel kwaliteit in het team. Een nieuwe trainer, een nieuw systeem. Het enige voordeel wat we kunnen uithalen is dat hun spelen vanavond in Cyprus en dan komen ze terug. Maar in ieder geval, ik denk dat hun hebben wel een hele goede elftal. Bij PSV liggen de mogelijkheden meestal in de omschakeling in de diepte. Dus ik hoop dat we daar gebruik van kunnen maken met onze snelle jongens. Hoop je dan een klein beetje op zo'n scenario dat we laatst bij Feyenoord uit hebben meegemaakt? Alleen dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je het achterin wat meer gesloten houdt. Tegen Feyenoord waren we zeker niet de mindere partij, denk ik. En voetbalden we zelf ook goed mee. Ja, als we dat kunnen laten zien in Eindhoven, dan zou het natuurlijk top zijn. De fitheid van de spelers. We zagen gisteren zowel Peet Bijen als Ravan Morrison uitvallen. Hoe is het met hun? Ravel, denk ik, valt nog eventjes mee, maar ik vrees voor Peet dat iets serieuzer is. We weten nog niet 100% goed serieus, omdat de afwachting van die onderzoek. Alleen als ik kijk naar de beelden gisteren, ik denk dat Peet is niet inzetbaar tegen PSV. Tegen AZ hou je in de laatste minuut nog een gelijkspel uit het vuur. Tegen Sparta eigenlijk hetzelfde verhaal. Tegen VVV de volle winst zelfs. Zijn dat dan wel dingen waar je aan kan vasthouden na zo'n wedstrijd tegen PSV? Ja, dat zeg ook denk ik ook niet veel, maar ook sommige dingen wel over mijn team. Ja. Dat karakter en strijdloos wat ze hebben, dat willen ze niet opgeven. Dat zit ook misschien in hun jongere gretigheid. Ik wil liever als een trainer de wedstrijd iets eerder beslissen. Maar als het ook valt, ben ik ook blij. Eén ding is zeker, jij stapt met veel zelfvertrouwen de bus in zondag richting Eindhoven. Ja, zo kun je wel zeggen. Maar het is niet dat ik een... natuurlijk heb ik ook al een paar reddingen gemaakt. Maar een doelpunt maken, dat is niet echt zeg maar, iets waardoor ik beter ga keepen. Zeg maar. Nee, maar nu jij het eigenlijk zelf zegt, jij pakt wel op. 1-0 en zeker een 2-0, waardoor je ook de ploeg weer wel weer in leven hebt gehad. Ja, dat was wel lekker. In de laatste minuut kwam hij ook alleen maar af nog en toen pakte ik hem en toen mocht ik nog mee naar voren bij de corner. Precies. Nee, ja, natuurlijk. Ik ben wel tevreden over mijn wedstrijd en al die aandacht doet je natuurlijk goed en hopelijk kan ik nu de lijn doortrekken.